Deel 4 en voorlopig het laatste deel van deze serie over gewoontes. In deze aflevering gaan we het hebben over gewoontes koppelen. Dat is een methode die je heel makkelijk kunt gebruiken om gewoontes die je aan wil leren makkelijker onderdeel te maken van jouw dagelijkse routine. Koppelen dus. Hoe werkt dat nou? nou? Eventjes om je te refreshen, dus om een klein stukje herhaling te doen van de eerste paar afleveringen. Gewoontes waren een soort van als dan regeltjes die eigenlijk bepalen dat als deze situatie voorkomt, jij een bepaalde gewoonte uitvoert. Dus als, één, dan twee. Nou, zo kun je um, je dagelijkse gewoontes eigenlijk ook inzetten om een soort van als dan regeltjes te creëren voor een nieuwe gewoonte. Dus wat je dan gaat doen is je pakt je nieuwe gewoonte en die koppel je aan vaste momenten die sowieso in je dag voorkomen. Als dan. Nou, pak even een heel concreet voorbeeld. Stel nou, jij wil um, wat vaker oefeningen gaan doen voor je billenbenen en buik gedurende je dag. Of gedurende je dag, gedurende je week. Nou, wat zou je dan kunnen doen? Dan zou je kunnen gaan nadenken van oké, okay, uh, welke vaste gewoonte of welk gedeelte van mijn huidige patroon kan mij helpen om op dat moment ook daadwerkelijk die gewoonte te gaan toepassen. Je gaat dus allereerst nadenken over wanneer in mijn dag passen die oefeningen het beste. Is dat als ik thuis kom van mijn werk of is dat juist voordat ik naar mijn werk ga of is dat voordat ik naar bed ga? Als je dat voor jezelf in kaart hebt gebracht, dan ga je er dus voor zorgen dat op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt van... ik wil dat gaan doen als ik thuis kom van mijn werk, dan zeg je oké, okay, op het moment dat ik thuis kom van mijn werk, de als... Dan ga ik sporten. Of dan ga ik mijn oefeningen doen. En om dat voor jezelf nou nog net wat te versterken, zou je kunnen zeggen van oké, okay, dan ga ik dus de tips toepassen uit aflevering 2. Dan ga ik kijken van oké, okay, wat kan me op dat moment triggeren om daadwerkelijk die gewoonte te gaan doen. Stel nou, je vaste patroon is je komt terug uit je werk. Je gaat allereerst naar de slaapkamer en je gaat je werkkloffie even vervangen door een lekkere joggingbroek en een lekkere lompen trui, zodat je op de bank kan gaan duiken. Nou, wat je nu doet is zeggen, oké, okay, ik wil dus als ik thuis kom van mijn werk die oefeningen gaan doen. Dan leg je op je slaapkamer, waar je sowieso naartoe gaat om je werkkoffie te verwisselen, leg je alvast je sportkleren klaar. Dus je verwisselt je werkleren niet voor je kloffie, maar je verwisselt je werkleren voor je sportkleren. Nou, en als je het dan echt goed wil doen, dan leg je ook nog een je matje klaar of je legt alvast even de materialen klaar waarmee je wil werken. En dat zorgt ervoor dat die gewoonte ook direct getriggerd wordt. En dan ga je, kun je ook nog voor jezelf nadenken van, oké, okay, hoe kan ik het voor mezelf nog aantrekkelijker maken om dat op dat moment te doen? En hoe kan ik er nog voor zorgen dat ik het voor mezelf misschien wel leuker maak? Nou, misschien wil uh, je partner wel meedoen of willen je kinderen wel meedoen. Wat het doen van die oefeningen leuker maakt en dus ook makkelijker toe te passen. Of misschien kun je voor jezelf zeggen van, nou, dan heb ik uh, uh, lekker mijn oefeningen gedaan en dan ga ik daarna wat extra moeite voor mezelf doen om een lekkere maaltijd te maken, zodat ik na mijn oefeningen lekker kan eten. Nou, en zo ga je dus eigenlijk met elke gewoonte die je wil aanleren kijken, van oké, okay, welke haakjes heb ik in mijn dagelijkse patroon, hè, dus ik gebruik die dagelijkse patroon als een soort van kapstok, om die nieuwe gewoontes aan op te hangen. En dat is hoe gewoontes koppelen werkt. Nou, nu is het jouw beurt. Ga eens even nadenken over het lijstje wat je had gemaakt in de eerste aflevering met gewoontes die je aan wil leren. Welke gewoontes zijn er die je eventueel op deze manier, dus met, dat, met die methode gewoontes koppelen? Kan gaan verweven in je dagelijkse patroon. Nou, ook hier weer, absolute tip. Probeer niet in één keer te veel gewoontes in je dagelijkse patroon te planten. Want dat zorgt ervoor dat je hele dagelijkse patroon verandert. Dus dat is misschien weer iets te veel. Maar als je dat met een aantal gewoontes per keer gaat doen. en zo op die manier steeds meer een patroon bouwt. dat je wil gaan realiseren voor je doelen. dan heb je een hele grote kans van slagen. Nou, dit was hem. De serie over gewoontes. in ieder geval tot nu toe. Ik hoop dat we je leuke, concrete en praktische tips hebben kunnen geven om mee aan de slag te gaan. Voor jouw gewoontes, die je gaan helpen om je doelen te gaan realiseren. Nogmaals, heb je meer hulp nodig? Wil je graag aan de slag met coaching? Twijfel dan niet om eventjes contact op te nemen. En dan gaan we heel graag voor jou kijken naar de mogelijkheden.